Er is een TikTok-account genaamd 8-Bit Bornello en die maakt allerlei quizjes omtrent gaming. Ja, uiteraard ben ik een ervaren gamer, dus alles wat hier benoemd wordt, dat weet ik eigenlijk al. Maar het is meer gewoon om mijn virtuele pik op tafel te leggen en zo van kijk wat ik weet. Wat kan er fout gaan? Ik guess the game by just its map. I'm going to show you 10 video game maps. I'm going to give you 4 seconds to answer. 4 seconden is niet heel veel. Fuck Super Mario. World, oké. GTA Vice City. Witcher 3, oké. Ah, dit is Legend of Zelda. De eerste. A Link to the Past, een van de eerste. Skyrim? Ja. Is dit ook een Zelda? Oh, Final Fantasy, ja toch? Castlevania? Hoe heet dat? Watch Dogs iets. Cyberpunk, oké, cool. Red Dead Redemption 2. Een of andere Pokémon. Rood, blauw. Let me know how you did in the comments. Ja, fucking waardeloos. Het is meer omdat 4 seconden niet heel lang is. Hemel. Je zou kunnen stellen, pijn, auw. Oké, wat nou als we iets anders proberen? Can you guess the game from the user interface? I'm gonna show you 10 UIs from 10 different games. I'm gonna give you 4 seconds to answer. Weer 4 seconden. The Sims. De eerste. Dat is heel ziek. Minecraft? Dat, ja. Ja. Breath of the Wild? Tears of a Kingdom? Oké, cool. Wat is dit? Final Fantasy? Kingdom Hearts, oké. Dit is Vice City. Ja. Dit is... Weet ik veel, Fallout 2? Oké. Dit... absoluut geen idee. Oh, Ragnarok. Watch Dogs? Overwatch, jemig. Hé. Ik had het moeten weten. Ik ging van de ene gratis shooter naar de andere gratis shooter. En het verwarde me gewoon compleet. Het is een soort stress door tijdsdruk. Doe het anders even lekker zelf, hè. Met je gore rotsmoel. What the fuck is dit? Een of andere pipa. Ja, yeah, met een keer solid. Nee, ik wil het... nee, I shall not let you know how I did. I shall not let you know how I did. Oké. Animal Crossing. Hoor, tuurlijk. Fortnite! Ziek. En ziek. En ziek. Pokémon Red / Blue. Doom. Dit is Doom. Ik wilde Duke Nukem zeggen. Dit is Ocarina of Time. Dat is absoluut geen idee. Five Nights at Freddy's. Oh, ziek. Dat is... Mario... Odyssey was het. Ja, het was een Mario... Dat is Samus. God, hoe heet dat? Metroid, ja. Yeah. Dat is... Ziet er wel uit als een Resident Evil. Geen idee. Al Valhalla. Allemaal een beetje matig. Het is een beetje matig. Vind ik een beetje jammer. Can you guess the game by just its logo? Oh, dat is Halo. Ja, dat is te doen. Dat is Halo. Dat is Assassin's Creed. Logo's voel ik misschien wat meer voor. Mortal Kombat, uiteraard. Dat is Resident Evil, dus Umbrella Corp. God of War. Ja. Kingdom Hearts. Ik bedoel, het is een kroontje in een hart. Overwatch, jemig. Ik zat echt Valorant. Ik kwam er niet op de naam. Elder Scrolls Skyrim. Dat is Valorant, hè? Zo'n flap V'tje, tuurlijk, uiteraard. Stray. Dat was gewoon een 10 out of 10. Een solide 10 out of 10. Eureka. Ik heb het gedaan. Eureka. Eindelijk. Is dit nou Tears of the Kingdom of Breath of the Wild? Oh, wel Breath of the Wild. Animal Crossing! Animal Crossing! The Goat! Half-Life? Uiteraard Half-Life. Portal. Ja hoor. Kom maar door met alle Goat-spelletjes. Quake. Ja, yeah. Dat is Apex Legends. Ja. Yeah. Gran Turismo, uiteraard. Heb ik hier ergens een beker van staan. Rocket League. Goh, wie had dat verwacht?
Dead by Daylight. Ja, en Destiny 2. Gewoon Destiny. Daar vind ik gewoon alsnog een 10 out of 10. Logo's, mijn ding. Ik voel het als mijn ding. Alhoewel, logo's zijn misschien ook echt de meest simpele dingetjes omtrent games. Can you guess the video game from just one object? Round 4. Dat is, ja, Super Mario Games. Ja. Wat de F is dit? Is dit Legend of Zelda? Een boemerang? Oh, de Wind Waker, ja. Oké, dat is Animal Crossing, het blaadje. Tuurlijk. Dat is de Portal Gun. Bij Aperture Science. What the fuck? Het is Digimon, toch? Ja, ja, ja. Ja, toch? Orange Box? Oh, nee, het is Metal Gear Solid. Ja, tuurlijk. Is dit de 007? Jemig. GoldenEye. Ja, ja, ja. Doom of Quake? Quake, toch wel, ja. Dat is gewoon Half-Life. Dat is de Gravity Gun. Dit is Doom. Ja, dat waren de kaartjes of de keycards die je nodig had om bepaalde deuren doorheen te gaan. Ik ben blijkbaar niet de enige. I thought number 6 was de Orange Box Value Collection. Omdat er staat de Orange Box. En dat was destijds van Valve, dus een developer. Inmiddels de eigenaar van Steam, dat ja, gamingwinkel. Of spelletjeswinkel. En die had op een gegeven moment echt een briljante serie uitgebracht. En dat was de Orange Box. En daar zat Team Fortress 2 in, Half-Life 2. Een hele reeks aan briljante games zaten er allemaal in. En omdat het is een box. En dan staat Orange op, de Orange Box. En ja, het is Metal Gear Solid, uiteraard. Had ik moeten weten. Can you guess the year by the video game? Round 6. I'm going to show you 4 games from the same year. With each game make it easier and easier for you to guess. Dat is Dead Space, maar oh, dat is God of War. Dan zitten we echt al rond 2007? Nee, 2008. 2008? Ja! Alhoewel, ik kon hem niet helemaal lekker plaatsen. Dus hoeveel punten we hem daadwerkelijk geven. Ik vind het al knap genoeg dat ik 2008 zei. En dat ook daadwerkelijk 2008. Stik erin. Dat is Resident Evil. Dat is Metal Gear Solid. Mijn hemel, dan hebben we het al over 2000... Medieval. Oh, dit is 98? 99? 98. Ja. Really? Ja, Resident Evil uit 98 zou ik nog wel snappen, maar Metal Gear Solid ook uit 98? Ik dacht dat die later kwam. Van deze game had ik een demo. Dan had je zo'n demo-discs waar allerlei verschillende spelletjes op stond en dat je echt maar één level kon doen of zoiets. 2 van de 2. Legend of Zelda. Aladdin. Mortal Kombat. Mijn hemel. Dit is, wacht. Ik wil het nog niet zien, maar ik kom even niet op het getal. Is dit 93? Is dit, ik ga voor 93. Oh, ongekend. Je zou bijna zeggen dat hij aan het valspelen is. Silent Hill? Een of andere Star Wars game. Is dit Medal of Honor? Mijn hemel, dan hebben we het over 2001? Na 2000. 2003. Ja. Ik had denk ik toch wel meer inderdaad omhoog moeten gaan. Maar die Sims, kijk, het verschil tussen die games is zo heftig. Qua hoe ze eruit zien. Deze, of dat is gewoon het beeldmateriaal wat verzameld is. Maar deze ziet er heel korrelig uit. En ik wist ook niet echt exact welke game dit was. Dan heb je deze Star Wars game. Ja, het is ook een beetje plaatsen van de graphics. Van op welke, hoe heet het, die is gelanceerd. Op welke gameconsole. En dan kan je een beetje jaren filteren. Maar die Simpsons game, super populair. Alleen nooit gespeeld. Een Legend of Zelda. Ik weet even niet meer welke het is. Tomb Raider. Oh, dit is al best laat. Last of Us. Dan hebben we het echt over 2014, 15, 13. Oh, ik zat erbij met een 14. Oh. Maar dit was een GTA remaster, of niet? Of was dit GTA 5? Is dit GTA 5? Tenminste, GTA 5 komt inmiddels ook uit 2013. Als ik inderdaad had kunnen identificeren dat dit GTA 5 was, 2013, straight away. Oh, Crash Bandicoot. Tuurlijk. Oké, Super Mario 64. Dan hebben we het al over een flinke tijd geleden. 99 is. Oh, Tomb Raider.
Oh, nou, 97? Eerste Resident Evil. 97, 96. Oh ja, randje, kantje boord, kantje boord. We doen nog twee quizjes, want anders worden we overladen door informatie. Can you name the video game from just one screenshot? Assassin's Creed 2. Dit is Gears of War, welke het ook mogen wezen. De Persona 5, denk ik? Star Wars, god, hoe heet de game? Ja, Battlefront 2, dat was het inderdaad. Alan Wake? Nee. Ik zei het en ik wist dat ik fout zat. Absoluut geen idee. Oh, Exodus, oké. Ook, geen idee. Fable 2, had ik moeten weten. Is dit Dead Space? Nee. Titanfall 2. Dragon Quest. 2, 1, 1, 2, 6. wat is dit? Albion? Baldur's Gate? De eerste Baldur's Gate? Dit ging niet goed. Nu. Can you name all these video game characters? Tuurlijk. Round 8. I'm going to show you 10 video game characters and you're going to have 4 seconds to answer. Joel Miller from The Last of Us. De, een of ander Borderlands poppetje. Geen idee. Tiny Tina. Oh ja. Wat? Waka Waka? Pac-Man? Arthur Morgan. Red Dead Redemption 2. God, dit is Devil May Cry, maar ik weet niet hoe hij heet. Dante, tuurlijk. God, die chick uit Overwatch 2, de sniper. Widowmaker, hè? Geen idee. Nina Williams, oké. Okay. Dit is een gozer uit Final Fantasy, ziek. Arthas van de Warcraft-series. Oh, heet ook alweer van Star Fox. Fuck! Slippy Toad, tuurlijk Slippy. Tuurlijk was het Slippy. Ah. Oké, nog eentje. Spyro. Spyro the Dragon. Tuurlijk. De Angelina Jolie uit Tomb Raider. Hoe heet ze ook weer? Laura Croft. Laura Croft. Haar naam ken ik niet. Vaak genoeg voorbij zien komen. Alloy. Clank? Is dit Clank? Oh, dat is Ratchet. My bad. Dat is Ezio. Auditore. Dat is rot op. Rot op. Nee, nu ben je aan het liegen. Dit is niet Altair Ibn Lahad. Want je hebt hier dat ene masker. Nee, dit is gewoon Ezio. Je hebt het fout gedaan. Dit is Ezio. Dit is geen Altair. Dit is niet van Assassin's Creed 1. Want je ziet het op de achtergrond. Die gast met het pestmasker. Kirby. Ik zou toch ook zweren dat die Ratchet is toch dat ene beestje. Sub-Zero. En Clank is dat robotje, toch? Scorpion? Scorpion is de gele. Sub-Zero is de blauwe. Hier, Scorpion, Mortal Kombat, geel. Sub-Zero, blauw. Word ik in het ootje genomen? Is dit een meme-editie? Want dan gaan ze nu zeggen, oh, dit is Zelda. Nee, dit is fucking Link. Ah, het is een meme-editie. Ik krijg hier helemaal de aids van. Browser, dat is Firefox, man. Heel ziek. Ah, god, Agent 47. Van Hitman. Dit is... geen idee. Moogle. Oké. Okay. Dat is Neo Cortex van de Crash Bandicoot series. De... van Mortal Kombat. Maar is dat ook Nina? Melina. Oké. Okay. Dat is... van Metal Gear Solid, vermoed ik. Revolver Ocelot. Ja. Yeah. Nee! Dit is van Beyond Good and Evil. Hoe heet ze ook weer? Jade. Tuurlijk. Dit is zo oneerlijk. Ik heb die hoerengame heb ik echt 7 keer uitgespeeld of zo. Hij ligt hier vast wel ergens. En waarom ben ik even vergeten dat ze Jade heet? Hoe heet deze guy nou weer? Dit is geen karakter. Marcus Holloway, oké, okay, ziek. Vuurclown. Oh, Prepper de Rapper. Yeah. Let me know him. Yes. The GOAT. Goed. Onze kennispik is genoeg op de tafel geslagen. Wat had je goed, wat had je fout? Laat me gerust eventjes weten. 2 video's staan naast me. Maak er vooral gebruik van. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.